Eigenlijk is de missie van ons Recycling Lab is om doorbraken te creëren die eigenlijk economische en ecologische impact hebben op de strategische grondstoffenvoorziening in Europa voor de komende 20 jaar. En omdat we een technische universiteit zijn, doen we dat met een combinatie van technologie, dat is de leer van bewerkingen, en wetenschap, dat is het vergaren van kennis en inzicht. En op die manier proberen we oplossingen te bedenken voor problemen in de industrie. En de problemen in de industrie die zijn eigenlijk altijd van fundamentele aard. Want als ze makkelijk op te lossen waren, dan hadden ze het zelf al gedaan, daar zijn ze heel goed in. Dus als een industrie met een probleem komt naar ons, dan moeten we echt op fundamenteel niveau gaan kijken welke aspecten spelen hier een rol, wat is dominant, wat moeten we veranderen aan de omstandigheden om te zorgen dat we dit probleem kunnen oplossen. En dat doen we eigenlijk met de hulp van wetenschap. En wetenschap is eigenlijk de balans tussen aan de ene kant de kunst en aan de andere kant de kunde. En de kunde houdt in dat je een bepaald niveau nodig hebt van kennis, van inzicht, van kwaliteit van je werk. Maar belangrijker is eigenlijk die kunst, want je moet de kunst hebben om creatief te zijn, om goed in te kunnen schatten welke aspecten dominant zijn, welke relaties tussen die parameters het gedrag van het systeem bepaalt en hoe je dat dus zodanig kan beïnvloeden dat je een oplossing kan bedenken. En verder hebben we een aantal tools, dat zijn de literatuur, we kunnen experimenten doen, we kunnen simuleren en we kunnen modellen maken. En met deze toolset proberen we problemen inzichtelijk te maken en te bepalen of een probleem fundamenteel is of dat we het kunnen oplossen met binnen de mogelijkheden van 24 jaar. Op de TU passen we dit toe op de recycling van vochtige, granulaire materialen tussen de 0 en de 16 mm. En om materialen te kunnen recyclen moet je ze eerst van elkaar scheiden en om ze te scheiden moet je ze los hebben van elkaar. En conventioneel gebeurt dat met wat je hier ziet met een zeep. Het eigenaardige van 0 tot 16 mm materiaal is dat het, als het vochtig is, zo verkleed dat het niet meer door je zeep valt en dat je zeep weet van stof krijgt. De oplossing van de industrie was om gewoon de zeep harder op en in te laten bewegen, maar uiteindelijk gaat deze zeep alleen maar kapot. Dus de industrie is naar de TU toegekomen en heeft gevraagd dat wij misschien een oplossing konden bedenken. Dus wij zijn te kijken naar wat het is dat ervoor zorgt dat we vochtige mengsel van fijne koolstof gaat. En we weten dat als het materiaal droog is, dat je het prima kan zeven. Dus blijkbaar is dat vocht is van cruciaal belang in die verpakking. En dat hebben we gemodelleerd met dit sterk versimpelde model. En hoe het eruit uitziet, die hebben korrels van verschillende grootte. Die worden allemaal ontworpen aan een versnelling A. De tweede wet van Newton zegt dat de kracht die op een deeltje uitgeoefend wordt gelijk is aan zijn massa maal de versnelling. Die massa is evenredig met de diameter tot de derde. Verder zitten die korrels aan elkaar vast via de blauwe, de water. En die is evenredig met het oppervlak, oftewel de diameter in kwadraat. De bepaalde formule heeft dus de volgende vorm, een constante versnelling a, maal de diameter tot de derde. En die moet groter zijn dan de diameter in kwadraat, oftewel de versnelling moet groter zijn dan 1 gedeelte d. Dat wil zeggen dat als de korrels klein zijn, d klein, dat je grote versnellingen nodig hebt. Als je dit exact uitrekent, dan kan je getalsmatig aankomen dat de conventionele zeef nooit de versnellingen gaat halen die nodig zijn om de korrels los te maken. We hebben deze kennis omgezet in een machine, die ziet u hier, dat is de ADR. En die is wel in staat om die korrels van elkaar los te krijgen. En ze vervolgens ook meteen direct te scheiden op de korrelgrootte. Deze machine zetten we op het moment in op 2 grote afvalstromen. Eén daarvan is inderdaad de betongranulaat. Dat is een stroom die de komende 15 jaar enorm zal toenemen. En waarin het in het huidige afzetkanaal geen ruimte meer is voor die surplus. Met deze machine kunnen we de betongranulaat geschikt maken om weer opnieuw te recyclen in echt beton. En verder kunnen we deze machine inzetten op verbrand huisvuil. Door de ADR zijn we in staat om veel meer metaal terug te winnen uit dit huisvuil. En dit zorgt ervoor dat we minder afhankelijk worden van primaire bronnen. En bovendien dat we onze afvalstroom kunnen reduceren. Dus zoals u zag, wat u in het lab bedacht wordt, dat werkt ook echt in de praktijk.